Hallo, ik ben Peter. En ik ben Tim. We zijn Mr. Pinnemoes, dit is aflevering 32 van onze Minecraft Survival serie. Ik heb ineens een Steve skin gekregen, want de Minecraft servers worden verplaatst ofzo. Dus de hele server shit is van slag en gedoe. We zijn van plan deze aflevering in één Enderman te gaan killen. En dan hopen dat we een Ender Pearl krijgen. En dan kunnen we een Stronghold gaan vinden. We kunnen alleen nog niet in de End Portal, maar dat maakt niet uit. Komt wel goed. Oké. Als we gewoon een beetje in welke richting we moeten gaan, dan komen we de show wel. Is het niet handig als we even de nacht afwachten en dan gewoon... Oh nee, ja. Wachten tot de nacht is. Nacht afwachten. Nee. Oh, trouwens mensen, bedankt voor de 500 subscribers. Echt fantastisch, jongens. Tim, waarom klink je altijd zo sarcastisch? Ik doe niet sarcastisch. Je klopt fucking sarcastisch. Nee, maar serieus, we zijn best wel blij mee. Want toen ik hiermee begon, dacht ik echt van ja, ik blijf toch op de 20 abonnees. Maar het heeft wat anders uitgepakt. Ik ben er wel blij. Het heeft wel 2 jaar geduurd, maar alsnog. Nou, anderhalf jaar nu. We hebben nu het kanaal anderhalf jaar volgens mij. Ja, bijna 2 jaar. Maar er komt nog een special aan dat ik Tim met een vis in zijn gezicht sla. Maar het kan even gaan duren, want momenteel heb ik niet zo heel erg veel geld, weet je. En dan moet ik wel een vis kopen en een mooie stoel. Ik wil echt zo'n kamer hebben dat er schijnwerpers op Tim staan. En dat ik hem dan met zo'n vis sla. Oh shit. Je weet dat je ziet in van die ondervragingsfilms en zo. Dat je zo op een stoel wordt gegooid. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Dan zet iemand even zo'n lampje aan en dan slaat hij hem in zijn gezicht. En dan wil ik dan met zo'n vis doen. Ik echt altijd waar ze zijn. Maar het kan best wel eens zijn dat het hem nog een paar maanden gaat duren, maar het komt vanzelf wel. We willen ook sowieso nog gewoon een 600 abonnees special doen en een 515 abonnees special, die komt er ook nog aan. En een Valentijn special, we gaan een Valentijn special doen, jongens. Dat wordt een leuke aflevering, jullie verheugen je daar allemaal op, dat weet ik. Hier, je oranje houten. Veel plezier. Peter en ik hebben al een idee van wat we gaan doen, maar we houden het nog even geheim voor jullie. Het is een geheimpje, dus nu hebben jullie er nog steeds niks aan. En nu gaan jullie alleen maar kut voelen, omdat jullie het willen weten. Yup. Oh, trouwens, mensen. Sorry alvast voor het geknipt, want ik weet van mezelf al dat ik hier al minstens 50 à 60 keer in geknipt heb. Omdat ik een troll ben. Ik vind het echt leuk om te knippen. Maar zet even, als jullie vragen hebben of zo, zet het even in de comments. Want we willen over 2 à 3 afleveringen willen we weer een Q&A gaan doen. Gewoon zo'n mini Minecraft Q&A. En ja, dus ik dacht, zet even in de comments in plaats van... Oké, stop even hier, oké? Dan gaan we het even hoog maken en zo. En dan zet ik later glas neer. Ja, is goed. Oké. Oh, Tim, de zon gaat onder. Echt? Oh, wacht, hier moet een muziekje bij, hoor. Zal ik even een muziekje bij doen? Doe er maar een leuk muziekje bij, hoor, Peter. Oh yeah. Dit vond ik wel een passend muziekje. Ik vond het wel chill. Oh, ik klik niet. What the fuck was dat? Oké, Tim, we gaan erop uit. Ik zal mijn pickaxe even veilig wegdoen. Ja, inderdaad. Oh, wacht. Ik maak wel... Tim is weggevallen, jongens. Dat vond ik Ik ben niet weggevallen, ja, toch? Ja, bij mij. Je was heel veel weggevallen. Maakt niet uit. Peter? Ja, je bent er weer, lul. Stel je niet aan, je bent er weer. Oké. Wat de fuck gebeurt er? Oh, Timmy toch. Ik dacht even, je bent aan het trollen of zo. Nee, je viel even weg. Ik kon jou ook gewoon nog horen, dus ik snapte het niet. Nee, maar je viel even weg en daarna was je gewoon weer terug. En jij bleef maar, Peter? Dus ik dacht, wat is er nou, Tim? Moet je... Oh shit, ik heb het in brand gezet! What the fuck? Wat? Tim, ik vind het echt kut dat ik een Steve skin heb. Waarom heb jij wel je skin? Wat is dit voor logica? Nou, fuck dit ook. Oké, Tim, we gaan erop uit. Op mijn scherm heb ik ook gewoon een Steve skin. Tim, laten we nou maar gaan voordat de nacht weer voorbij is. Ja, inderdaad. Er zitten zoveel... We blijven praten. Er zitten zoveel onzin. Shit. Inderdaad. Oh, ik hoor er al een. Waar? Ik hoor er. Ja, ik hoor hem ook. Waar ben je? Meeuw. Meeuw. Ook. Nee, ik zag hem nog niet door Tim. Je wou het weer even zetten. Oh, daar. Oké, wacht, neem jij hem van achter? Of nee, ik neem hem van achter. Ik pak hem van achter. Oh shit. Oh shit. Oh, wat is die? Dit ben ik altijd zo eng. Ook echt in het donkere bos.
Wat doet hij waar nou? Is hij? Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet hoor, wat hij nou aan het doen is. Hij is ook gewoon weg. Oh! Oh, ik hoor hem nog wel. Volgens mij is hij hierboven. Zit hij is hierboven, wat is hij aan het doen? Hij is constant aan het schreeuwen. Hij is hier. Hij probeert nou... Hij heeft een deurblokje gestolen. Waar is hij? Oh. Daar, bij jou, achter jou. Oké, hij heeft nog maar één slag of zo, dan is hij dood. Maar waar is hij? Hallo? Oh, hier komt weer een... Oh, nee, hij heeft een zwaardje. Dat vind ik wel leuk. Wow, op. Ik weet niet waar die is. What the fuck, man? Hij is gewoon weg. Ik kom nooit meer terug. Oh, wacht. Volgens mij zag ik zijn oog. Waar? Oh, nee. Het was een ster. Ik hoor wel allemaal zombies. Wacht, ik... Ja, ik... hier zijn allemaal zombies aan de andere kant van het huis. Ik heb even een lag spike. Ik heb even een... Tim, ik ga dood. Ik heb een lag spike. Ik kan niks doen. Je bent dood. Kom op, man. Wat gebeurde er? Oh, wacht. Ik zie hem al lopen. Ik kill hem. Mijn frames dropten naar 1 fps, waardoor ik niet kon bewegen. Toen was ik dood. Al je stuff ligt er nog. Ja, is goed. Oh, we hebben niet gecheat hoor, jongens. We hebben niet het regen uitgezet toen net. Nee, inderdaad. We hebben echt niet de regen uitgezet. Kijk, waar liggen ze? Daar, achter je. Het is kut. Ik moet zeg maar mijn fraps moet ik aan hebben en de server en mijn Minecraft. En mijn computer is nogal oud, dus die kan het gewoon niet op hetzelfde moment aan. Het... Arme computer van Peter. Ja. Ja, het komt wel goed. Hij doet het wel goed hoor. Dat... Ik ben trots op hem. Ik ook. Wacht, is hij helemaal daar? Waar is die Enderman nou? Ik weet het niet. Volgens mij was hij gewoon bang voor ons en is hij gewoon weggerend of zo, geteleporteerd. En het zuigt. Moet jij nou weer? Yep. Misschien is hij boven. Misschien is hij naar boven. Ik hoor hem wel. Ik hoor hem wel. Oh ja, ik hoor hem. Hij zit binnen. Zit hij serieus binnen? Hij zit binnen bij ons. Ik ga even binnen kijken. Ik hoop echt dat hij een enderpearl dropt. Trouwens, iemand vroeg in de comments hoe je nou zo'n stronghold vindt. Hij staat in het hok van Rodriguez. Ah, nee. Kom kijken. Wacht, er komen allemaal zombies en skeletten aan en zo. Ik hoop niet dat ik weer een frame erop krijg. Nee! Wow. Ik heb het gesaved. Het is me gelukt. Zo. Kijk, hier binnen. Hier staat hij. Wat een lul. Inderdaad. En hij dropte niks. Of course. Fuck. Oké, Tim, we gaan er nog één zoeken. Waar zijn onze andere paarden eigenlijk? Worden er toch twee? Oh shit. We hadden twee paarden, Tim. Ik denk dat hij is gedispand omdat hij nog geen naamplaatje had. Ah, oh, dat zuigt. Dus eigenlijk de hele vorige aflevering was voor niks. Yep. Het zuigt. Oké, Tim, laten we snel verder gaan. Oh shit, frame drop. Ga weg. Shit, het wordt gewoon nog bijna weer dag, hè? Ja, we hebben nog geen... Ik zie wel een zombie met gouden arm, hoor. Maar ze despawnen toch niet gelijk, hè, Enderman? Of wel? Nee, ze despawnen niet gelijk, maar na een tijdje dan zijn ze wel allemaal weg. Oké, we hebben nog even, Tim. We hebben nog kans. Nog heel eventjes. We hebben nog kans en anders moeten we weer fucking 10 minuten niks lopen doen. Oh, kut. Zoveel creepers. Oh. Oh, ik zag iets volgens mij. Nou, dat is heel mooi dat jij iets zag, Tim. Ik zie ook wel eens wat, volgens mij. Maar ik ben er niet zeker. Ik zag volgens mij een Enderman. Ah, nou heb je gelijk. Nou, snap je hem. Nou heb je het gelijk helemaal duidelijk gemaakt, Tim. Je ziet geen twijfel meer over me. Gelijk hoor. Tim, ik kon een Enderman vinden. Ja, nou. Blijf eens zoeken. Ik zie een paard. Maar we gaan niet weer paarden zoeken. Maar wacht, heeft hij nou dat paard, dat gespant, heeft hij nou ook gewoon ons zadel meegegaan? Oh nee, want ik zag een zadel liggen toen net. En ik heb hem hier in mijn inventory. Never mind. Ik dacht, hij heeft ook het zadel gespant of zo. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar, Tim. Je moet niet liegen. Ik ben best wel verdrietig dat Carlos weg is. Oh ja, en Hans heb... Of Hans, hoe heet hij? Nee, hij heet niet Hans. Arend was... Oh ja, Arend. Arend had ik al weg. En nu is Carlos ook weg. Ik mis hem wel, hoor. Ik heb wel een paar nachtjes even lopen slikken en zo.
het is uiteindelijk, ik ben er overheen gekomen. Die zulke mooie herinneringen. Weet je, zulke dingen slijten ook gewoon, Tim, na een tijdje. Tim. Je bent het al die tijd gewoon lopen wegdrinken hoor, jongens. Het is wel zo. Nou, jongens. Maar dus over die Q&A, zet even leuke vragen in de comments. En alsjeblieft niet van die dingen van, wat zouden jullie doen als jullie HGBGB tegenkomen? Bob de wat zouden jullie doen Bever als... of zo. Dat vind ik dan wel een goede vraag. Bob de Bever. Nee, maar... Oh, dat mag dan wel hoor, jongens. Maar stel van die vragen waar we ook echt gewoon over door kunnen lullen en zo. In plaats van die vraag van, waar we ja of nee op antwoorden van... Wat is jouw favoriete game bijvoorbeeld? Of hoe oud zijn jullie... Ja, hebben we alles behandeld, ja, maar... Nou, 17 en 16. Ik ben 17, Tim is 16. Ik ben een jaar ouder dan Tim, omdat ik ben blijven zitten, dus... niet omdat, ik eerder, niet omdat ik eerder geboren ben, omdat ik ben blijven zitten, ben ik een jaar ouder. Ik wrijf het mezelf er gewoon even in, toch? Jij bent blijven zitten en daarom ben je een jaar ouder. Ja. Wauw. Het gaat volgens mij nog wel even duren. Hé, hey, varken. Hey. Oh, ik heb een wortel. Ik kan hem meenemen naar huis. Kom mee, varken. We gaan op reis. Heb jij daar wel de wortels voor? Oh, wacht. Kan ik niet zo'n vishengel ding maken of zo? En met zo'n wortel eraan. En dat ik hem dan gewoon naar huis bereid. Het zou wel awesome dat zijn. Zou best wel kunnen. Dan hebben we gewoon een varken thuis. Doe dat maar, ja. hoe gaan we het varken noemen, Peter? Als het een meisje is, hè? Volgens mij is het een meisje namelijk. Nou kijk, hebben we gelijk weer zo'n vraag. Hoe zou jij heten als je een meisje was, Tim? Tim, hoe maak ik zo'n vishanger met een wortel eraan? Want ik heb nu een vishanger en een wortel. Dat wil ik best wel graag van jou weten. Eerst moet jij. Ja, maar wacht, Tim. Hoe maak ik een vishanger met een wortel eraan? Oh, ik heb hem al. Never mind. Ik heb hem al, Tim. Oké, nice. Ik weet het trouwens. Ik kan het wel vragen voor de volgende aflevering. Oh ja, over twee afleveringen, want we nemen hierna nog eentje op, omdat we dan als dingen. We gaan trouwens weer. Ja, waarschijnlijk dan nog eentje en dan nog eentje en dan nog eentje. Ja, dus verwacht het antwoord maar over 4 afleveringen of zo. En verwacht de Q&A ook maar over 5 afleveringen of zo. Heb ik een zadel? Oh ja, wortel. Zo. Maar het werkt. Oh ja. Het gaat hard. Nah. Ik heb een snail biome gevonden, ik heb een forest biome gevonden, ik heb zonnebloemen gevonden. Dat vind ik heel fijn. Maar Tim, weet jij wel trouwens wat je meisjesnaam zou zijn? Ja, maar ik wil eerst die van jou weten. Tim, alsjeblieft zeggen, want ik kom er pas over 4 afleveringen achter. Oké. Okay. ik zal niet lachen, oké? Okay? Mijn meisjesnaam zou Julia zijn. Julia. Wow, what the fuck. Nou, dus. Ik wil het nu echt heel graag van jou weten. Waarschijnlijk is het iets zoals Petrina de Lien. Petrina. Peter Lientje. Wow. Peter Lientje, dat is ook nog best wel een... Peter Lientje. Tim, okay. stel je verkracht ooit iemand en je krijgt een dochter. Wat? Laat ik maar, deze vraag ga ik niet eens stellen. Ben jij dicht bij huis? Ik ben nu op weg naar huis. Ik weet alleen niet zeker of het wel thuis is. Oh wacht, ik heb een kompas, dus ik weet wel ongeveer waar het is. Wat? Nee, ik was aan het nadenken over wat ik nou met... Weet je, nu hebben we 1 varken, maar het zou eigenlijk wel handig zijn als we er 2 hadden. Kunnen we zo'n McDonald's beginnen en shit. Nieuw doel. Gewoon een nieuw doel. Op zich kunnen we het al, dan maken we gewoon brood en we doen er chemicaliën op en dan zeggen we dit is 100% rundvlees. Oh ja, dat lijkt me echt, dat is echt gewoon het meest geweldige idee dat ik ooit heb gehoord. Ja, toch? En dan noemen we het voor de gein niet Donalds. Ik snap het niet. Fuck, wat de fuck doe je? Ik heb nu trouwens veren voor je boek. Wat voor een boek ga je schrijven? Wacht, ik weet al een goede titel. Wacht, hey Tim, laten we de aflevering gewoon hier eindigen. Want we hebben zoveel onzin gepraat en shit. En anders moet ik het weer super fun knippen. En dan...
Ja, en dan blijft de titel van het boek ook nog een mooie spoiler voor de kijkers. Een spoiler. Een cliffhanger, weet je toch? Een cliffhanger, of een, ja. Ja, oké. Okay. In ieder geval, we zien jullie de volgende aflevering. Zet even in, hieronder in de reacties bij dit filmpje vragen. Niet bij de volgende, alsjeblieft, want dan moet ik weer helemaal gaan zoeken en zo. Dat wordt wel lastig. Ik wil, zeg maar, heel kut voor ik wil zeg maar gewoon zo'n tijdens de Q&A wil ik zo'n klein venstertje maken. En dat record ik dan ook gewoon, dat ik door de vragen heen scroll. En dan kunnen jullie ook gewoon de vragen zien. En waarschijnlijk ga ik dat helemaal niet doen. Waarschijnlijk zijn er helemaal geen vragen voor ons. Nee, inderdaad. Meneer Varken, wat ben je aan het doen? Kunnen ze niet zwemmen? Oh ja, nou in ieder geval, Tim, heb jij nog wat toe te voegen? Schmie! Oké, dat knip ik er gewoon uit. Nee! Nee, oké. Schmie!